In dit filmpje bespreken we kort even de weergave van Heiken Ashi-grafieken. Hier ziet u een klassieke grafiek. Ik plaats die even in 5 minuten timeframe, dus minuten 5. En hier ziet u dan dat iedere kaars, even inzoomen, dus een startkoers geeft, de openingskoers. Die is bijvoorbeeld hier, op dit niveau. Daarna stijgt de koers wat. Dit is de hoogst bereikte koers. Daarna daalt de koers verder. Dit is de laagst bereikte koers. Om uiteindelijk hier te eindigen. Dus feitelijk, als informatie heeft een kaars ons mee aan welke koers die geopend is, tot waar die gezakt is, tot waar die gestegen is en waar die uiteindelijk gesloten heeft. Dus de trader kan uit die kaars het koersverloop in deze 5 minuten in dit geval aflezen. Nu, traders werken ook graag met een Heiken Ashi-grafiek. In een Heiken Ashi-grafiek werkt ook met deze informatie van open, hoogste, laagste en slotkoers, maar neemt ook het gemiddelde van de vorige kaars in rekening. En dat maakt dat het geheel heel wat gladder wordt en toch iets beter de trend weer heeft. Dus ik plaats even deze 5 minuten grafiek in Heiken Ashi en klik daarvoor hier op dit symbool. Zo. Dan zien we hier de opeenvolging van de groene kaarsen, duidt op een stijgende trend, rode kaarsen dalende trend en zien we hier ook duidelijker een dalende trend. Dus het lijkt alsof de grafiek wederom gladder geworden is. Dat is gewoon omdat hier deze kaars open hoogste laagste slotkoers ook rekening houdt met de gegevens van de vorige kaars. En al dus de gaten wat opvult. Plaats ik even terug naar klassieke kaarsen. Dan zien we inderdaad rood-wit, rood-wit. Heiken Ashi, de trend wordt duidelijker getoond. De strijders nemen graag een Heiken Ashi grafiek. En als ze inderdaad zien dat er 1 tot 2 rode kaarsen gevormd worden, dan duidt het eventueel op een trend die dalend is, hier in dit geval. Dus Heiken Ashi kan u hier dus instellen.